Lieve mensen, God is zo goed. Mijn hart breekt. Mijn hart gloeit van de liefde die ik heb voor het verlorene. Amen. Ik zei gisteren toen we die teaching deden, de laatste week dat ik in Vlaardingen woonde, had ik een end gefietst met mijn e-bike. Mijn e-bike, heerlijk, net of je een onzichtbare hand in je rug. En ik rustte even uit in een park. En ik dacht even lekker uit. Ik was bijna thuis, ik had zin in een kopje thee. En toen kwam er links van mij een meneer met een fiets aan zijn hand. En hij stond stil. En toen zegt hij tegen mij: meneer, heeft u een vuurtje? Ik zeg: ja, dat heb ik zeker. Ik zeg: maar niet het vuurtje wat u bedoelt. Echt, hè? Nee, hij zegt: wat dan? Ik zeg: dat is het vuur van God. De liefde van God in mijn hart. Die brandt voor alle mensen, ook voor u. Nou ja, hij keek me aan, hij denkt. En ik zeg: weet je, meneer? Ik zeg: God houdt zoveel van u. Het is niet voor niks dat u naast mij komt lopen. Ik zeg: mijn naam is Arjan, ik ben een evangelist, maar het is terzijde. Ik hou van God. En weet je, Jezus wil u redden. Hij is gestorven aan het kruis om u eeuwig leven te geven, waar we net met het worship team over gezongen hebben. En ik zou je vertellen, ik legde het evangelie heel kort uit. En hij stond te kijken en ik stond op en ik liep naar hem toe en hij was geraakt. En weet je, ik legde mijn hand op zijn schouder en toen zeg ik: meneer, ik weet niet eens meer hoe hij heet, hij heeft me nog een appie gestuurd. Ik zeg: zou u uw hart aan de Heer willen geven? Hij zegt: ja. En binnen een kwartier, en dan neem ik het nog ruim, gaf hij onder tranen zijn hart aan Jezus. Er is vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Amen. Die goede herder verlaat die 99 schapen om die ene eigenwijze, rebellerende schaap die verstrikt zit in de distels en de dorens, om die te pakken en hij legt hem op zijn schouder en hij brengt hem weer terug naar de kudde. Amen. Halleluja. En dat is het teken, het beeld van de gemeente. Verloren schapen, eigenwijze schapen, die moeten wij weer oppakken en terugbrengen naar de gemeente. Dit even terzijde, lieve mensen, want het gaat allemaal van mijn tijd af. Oh, ik ben dan, nee, oké, okay. Oh, zie je het, die blijft lachen. Nou, als die blijft lachen, dan voel ik me ook fijn. Halleluja. Amen. Halleluja. Nee, ik heb geleerd om kort te spreken. Want ik was gospelzanger in country gospelgroep The Lightbearers. We waren nog veel jonger en slanker. Maar ineens riep God mij om het woord te brengen. En ik had er ook een verlangen had ik ervoor. Want iemand gaf mij een boekje waar Jacob het over had. Boekjes veranderen soms je leven. Er kwam een jongen van een jaar of 14, 15 naar mij toe. Henry van der Sluis. En die gaf mij een boekje. Toen zegt hij, Arjan, zegt hij, dat moet je eens lezen. En nou, ik hield helemaal niet van lezen. Maar... En ik zeg, wat is dat voor boekje? Nou, zegt hij, dat een heel mooi boekje, zegt hij. En ik zag Smith Wigglesworth, apostel van geloof. Ik denk, Smith Wigglesworth, ik struikelde over die naam. Maar ja, na een paar weken dacht ik, laat ik hem maar in gaan lezen, want straks komt hij naar me toe, want het was een jongen van mijn kerk in Den Haag. Ik denk, straks zegt hij, en Arjan, hoe vond je het boekje? Dus eigenlijk uit beleefdheid begon ik te lezen. En ik las daar over een eenvoudige loodschieter uit de vorige eeuw. Een evangelist waar God machtig door werkte. En de geweldige genezingen die plaatsvonden onder zijn bediening. En ik dacht bij mezelf, wat geweldig. Wat geweldig. In zijn hele bediening, en je kan het allemaal nachecken op internet, heeft hij 13 doden opgewekt. Inclusief zijn vrouw Polly. En dacht je dat ze blij was? Hij ging op te zitten, ze lag in bed zo. Lijk bleek, ja, letterlijk lijk bleek. Hij zegt, Polly, in the name of Jesus, come alive. I rebuke that spirit of death. En ze opent haar ogen. En weet je wat ze zei als eerste? Niet van, laten we vanmiddag even met de kinderen naar McDonald's gaan, hoor. Of shepherd's pie gaan eten.
Ze zei, why have you done this, Smith? Als je eenmaal bij Jezus bent, als je eenmaal in de tegenwoordigheid van God geweest bent, waar die jongen over sprak, die twee engelen kwamen die man ophalen en zijn vader. Als je daar eenmaal bent, dan wil je wat je ook hebt gehad op aarde. Een paar Ferraris, een paar Lamborghinis en een prachtig huis aan het water. Weet je. Het is vergeleken bij de hemel, is het een vuilnisbak, een kliko. Amen. Van wat je hier op aarde heeft. Daarom kon Paulus zeggen, want hij was opgeheven tot aan de derde hemel. Ik voel me wel eens met Evi in de zevende hemel. Vooral als ze iets lekkers kookt. Nasi goreng, sambal trasi, ayam, saté kambing. Dan voel ik me in de zevende hemel. Maar geestelijk is hij opgetrokken tot aan de derde hemel. En hij heeft dingen gezien, zegt de Bijbel, waar hij niet over mocht spreken of vertellen. Ik geloof dat de menselijke tong het niet kan uiten. De glorie van God. Daarom kon Paulus zeggen, lieve mensen, het leven is mij Christus. Het sterven gewin. Amen. Dus ik las dat boek, ik verslond het boek. God gaf mij een verlangen om te preken, om wonderen te zien, om zielen te redden, uit de hel te trekken voor zijn koninkrijk en te introduceren aan Jezus. Dat boekje veranderde mijn hele leven. En kort daarna zond God ons uit naar Indonesië. En na Indonesië opende hij de deuren voor Australië. En daar zagen we Siert en Mirjam die op de Bijbelschool zaten. Voor het eerst. Halleluja. Wat kom jij hier doen? Ik zeg, wat doen jullie hier? Halleluja. Maar weet je, lieve mensen, ik moest nog zoveel leren. Want ik moest leren preken. Ik heb nooit moeite gehad met praten. Want mijn ouders die zeiden altijd, toen jij pas geboren was, je schreeuwde de hele nacht door in je wieg. En mijn vader die werkte bij de Hoogovens in IJmuiden. Wij woonden in Bussum, bij Hilversum. En dan zei mijn vader, jij schreeuwde zo de hele nacht dat ik pakte. Ik werd een keer zo neidig, ik pakte je wieg van boven. Ik liep de trap naar beneden. Ik zette die in de keuken, de binnenkeukendeur dicht. En ik liep weer naar boven. Hij zegt, zo Blair, daar maar verder, ik moet morgen vroeg weer werken. Maar ik geloof dat God me al aan het trainen was. Amen. Zodat we, om mijn stem te ontwikkelen, om zijn lof te verkondigen. Maar ik moest leren preken. En daarom in Australië, wat een geweldige diensten. Maar in Australië noemden de mensen mij geen reverend, maar neverend. Omdat ik zo lang sprak. Amen. Dus ik heb dat ook moeten leren om kort en compact de boodschap te brengen. Amen. Pak je Bijbel eens of je smartphone waar je Bijbel in zit. En ik hou van proclameren. Zullen wij eens met de Bijbel, ik leg mijn hand op de Bijbel en laten wij proclameren. Ik hou van je belijdenis, hè. Je belijdenis is zo krachtig. Zeg mij na, dit is mijn Bijbel. Nou allemaal, het waren de 30. Nou allemaal, dit is mijn Bijbel. Ik geloof, dit is het onfeilbare woord van God. Dit woord verandert, geneest en vernieuwt mij. Dit woord brengt mij in het plan van God. Ik kan niet verslagen worden. Elk wapen dat tegen mij gesmeed wordt, zal niets uitrichten. Door het bloed van Jezus ben ik bevrijd van de vloek. Daarom proclameer ik vrijmoedig dat voorspoed en zegen mij zullen volgen. Kijk naar iemand die naast je zit. Zeg eens, daarom geloof ik dat voorspoed en zegen mij zullen volgen. Al de dagen van mijn leven. Woe, geef de Heer een applaus. Halleluja. Prijs de Heer. Amen. Halleluja. Het thema van dit hele weekend, ook gisteren, maar ook van deze morgen, dit evangelisatieweekend luidt, spreken is zilver, zwijgen is fout. Nee, dat moet toch goud zijn, broeder Arjan? Nee, ja ook. Maar het is veel mooier om te zeggen fout. Amen. Spreken, zeg mij eens na, spreken is zilver, zwijgen is fout.
Amen. En de sleutel tot deze waarheid, die lezen wij in Handelingen 1 vers 8. De woorden niet van Paulus, maar de woorden van Jezus Christus himself. Halleluja. En weet je, ik wil even zeggen, ik werk nu voor het eerst met een PowerPoint, hè? Ik heb dat nog nooit eerder gedaan, hè? Mijn zoon is er niet, maar ik heb een hele technische vrouw. En die heeft tot vanmorgen 2 uur heeft ze zitten. Nou ja, ik zeg het niet, ik mocht het niet. Heeft ze achter ons bureau heeft ze die PowerPoint zitten maken. En ik hoop dat het werkt. Ik hoop dat het werkt. Ik ga niet steeds achterom kijken of naar voren. Want ik hou me liever wat de geest mij ingeeft. Amen, om te zeggen. Maar ik hoop dat het allemaal werkt. Maar Jezus Christus, onze lieve Heer Jezus. Hij zegt hier in Handelingen 1 vers 8. Dat is de sleutel voor evangelisatie. Dat is de sleutel voor overwinning. Dat is de sleutel voor wonderen. En dan zegt hij, maar jij zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. Halleluja. Lieve mensen, getuigen zonder de kracht van de Heilige Geest is hartstikke moeilijk. Sterker nog, je hebt er helemaal geen zin in. Je blijft thuis. Je durft niet te getuigen. Je durft de straat niet op te gaan. En dat is heel begrijpelijk. Ik was eens ook zo. Maar de Heilige Geest stelt jou in staat door het vuur wat je ontvangt, door de doop in de Heilige Geest, dat jij het uitschreeuwt en dat jij een compassie krijgt en dat je zal zeggen, de mensen, mijn familieleden, moeten het weten. De doop in de Heilige Geest, het spreken in nieuwe tongen, is zo belangrijk om een overwinnend en vruchtbaar leven te leiden. Amen. Prijs de naam van Jezus. Weet je, ik wil eventjes het volgende. Zelfs zonder de Heilige Geest ben je als als Petrus. Petrus. Toen Jezus de vijgenboom vervloekte in Markus 11. Petrus zegt, Jezus, de vijgenboom die u vervloekt is verdord. En Jezus zegt, jongens, heb geloof in God. Petrus die zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard, hoor, zegt Jezus tegen Petrus. En weet je, op een gegeven moment lezen wij dat Jezus is gearresteerd. Jezus is gevangen genomen. En dan zie je dat voor de Heilige Geest Petrus een lafaard is, een leugenaar is en bang is voor een meisje. Zullen we eens gaan naar Matteüs 26. Ik ga het zoeken en dan kun je het onderhand opzoeken ook. En je kan het ook aflezen. Prijs de naam van Jezus. Matteüs 26. Ik vind dit zo ongelooflijk onvoorstelbaar. En je ziet hier een Petrus voordat hij gedoopt werd in de Heilige Geest. Matteüs 26 vers 69. En dan staat er hier in 69. Petrus zat buiten op de binnenplaats. En een dienstmeisje, een teer klein meisje, een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus, de Galileër. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei, ik weet niet wat je zegt. Met andere woorden, ik weet niet waar je het over hebt hoor. Ik weet niet wat u zegt. Herziene Statenvertaling lees ik. Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag hij een ander dienstmeisje. En zei tegen hen die daar waren, hij was toch ook bij Jezus, de Nazareër. Lieve mensen, Petrus was bang. Petrus had angst. Hij begon te liegen, want even verderop, en we gaan het niet lezen, maar hij vervloekte zichzelf. Hij zei, ik ken die Jezus niet. Kun je dat begrijpen van Petrus? Een van de meest vurige discipelen van Jezus. Vrienden, juist nu in deze wetteloze en moeilijke tijd is het zo belangrijk om je getuigenis door te geven aan zoveel mogelijk mensen in jouw omgeving. En ik bid deze morgen, lieve mensen,
dat er een heilig verlangen in ons zal ontstaan en zal groeien om andere mensen over Jezus te vertellen. Er zijn zoveel grijze muizen, christenen, die nog nooit een collega verteld hebben dat Jezus van hen houdt. Gisteren zagen we tijdens de pauze, zagen we op jouw laptop, zagen we dat een collega zei, je was mijn beste vriendin, je was mijn collega. Waarom heb je het nooit verteld? En het was te laat. Mensen, ze kunnen beter zeggen van, je sprak altijd maar over Jezus, als dat ze zeggen, waarom heb je nooit verteld dat God van mij houdt en dat hij een plan heeft voor mijn leven. Lieve mensen, halleluja, er moet een heilig verlangen ontstaan. En dat verlangen kan alleen maar ontstaan door de Heilige Geest. Want spreken is zilver, zwijgen is fout. Amen. God wil dat wij onbevreesd zullen spreken over de naam van Jezus. Toen de apostelen werden vervolgd en toen ze het zo moeilijk hadden, zeiden ze, ik wil dat jullie stoppen om te spreken over die naam, over Jezus. En ze waren burgerlijk ongehoorzaam. Amen. Want wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan mensen, lieve mensen. Tuurlijk moeten we de politiek in Den Haag respecteren. Maar als het gaat om de dingen van God, dan wil God dat wij hem zullen gehoorzamen. En dat wij onze stand zullen innemen. Amen. En dat wij een tegenstem zullen formeren. Halleluja. Want iemand zei jaren geleden, dode vis gaat met de stroom mee. Dode vis gaat met de stroom mee. Maar die forellen, die gaan tegen de stroom in. En ik bid dat wij allemaal als een geestelijke forel zijn. Amen. Dat we tegen de stroom in zullen gaan. Halleluja. Lieve mensen, dit waren de laatste woorden van Jezus. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Dat waren zijn laatste woorden. Hij heeft zoveel gezegd. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar het waren zijn laatste woorden. Want de Bijbel zegt, nadat hij dit gesproken had, kwam er een wolk en die nam Jezus op in de hemel. En al die discipelen staarden naar boven. Twee engelen kwamen en zeggen, mannen, broeders, waarom staren jullie naar boven? Want die Jezus, die nu van jullie op is gevaren naar de hemel, zo zal hij ook weer terugkomen. Wauw, halleluja. Dat waren de laatste woorden van Jezus. Weet je, ik heb het bestudeerd, het is een zwaar woord, maar ik heb het gecheckt. Hè? De laatste woorden van mensen, van belangrijke mensen. Op een sterfbed. Net vlak voordat ze doodgaan. Dan worden ze eerlijk. En dan zeggen ze soms hele rake dingen. Weet je wat Darwin, wel eens gehoord van Darwin? De evolutiepromoter. Weet je wat Darwin zei? Een huishoudster die verzorgde hem op zijn sterfbed. En die verzorgde hem. Je kan het nachecken. En de laatste woorden van Darwin waren, ik heb het misgehad. Ik heb het misgehad. De laatste woorden. En dat je moet zoeken, want dat willen ze niet promoten, want anders gaat die hele evolutietheorie op de schop. Maar dat waren zijn laatste woorden. Hele belangrijke dingen. Nou, de laatste belangrijke woorden van Jezus. Dat was, jullie zullen aangedaan worden met de kracht van de Heilige Geest. En jullie zullen mijn getuigen zijn. Lieve mensen, je persoonlijke getuigenis. Ja, maar ik weet niet waarover ik moet spreken, Arjan. Ik heb weinig ervaren. Maar weet je, ik durf niet over Jezus te spreken. Hoor ik vaak ook van mensen. Maar weet je, je persoonlijk getuigenis is het sterkste wat er bestaat. Amen. Je persoonlijk getuigenis. Honderden keren in deze wereld heb ik getuigd over de geboorte van onze zoon Samuel. Hoe hij geboren werd na 20 jaar huwelijk. Honderden keren. En het raakte de mensen aan. En we baden voor onvruchtbare echtparen. En God, pst, die deed iets. En ze raakten zwanger. Echt. Er zijn zoveel, hier in dit huis,
Halleluja. Martijn en Fabienne, waar ben je? Jan en Anita. Halleluja. Weet je, in de samenkomst die we hebben in Nederland. En dan vragen mensen om naar voren te komen. En dan staan ze naar voren. En dan wil ik mijn handen leggen op een vrouw. En dan lopen ze weg. Want ze zijn bang dat ze zwanger raken. Ja, echt. Ja, zo sterk is die zalving. Amen. Amen. Weet je, er kwam een tijd geleden kwam er een echtpaar bij ons. En alle liefde was verdwenen. En de vlindertjes, dat waren motten geworden. In hun buikje. En ze hadden dus problemen in hun huwelijk. En toen zeiden ze, ja, wilt u bidden, Heer, dat de liefde weer terugkomt? We willen niet scheiden, we willen gewoon het weer proberen met elkaar. En Evi en ik, wij bidden voor... We bidden voor deze mensen. En nou, God die raakte ze aan. En ik geloof 2 maanden later belt die vrouw ons op. Ze had even, geloof ik, aan het wil. Toen zegt ze, ja, ze zegt, ik wil even zeggen. Weet je nog toen u daar in die gemeente voor ons huwelijk, voor herstel heeft gebeden? Ja, zegt Evie, dat kan ik nog herinneren. Nou, ze zegt, God heeft geweldige dingen gedaan. Ze zegt, de liefde is weer teruggekomen. Ze zegt, en we zijn weer... Verliefd is een groot woord, maar we houden weer van elkaar. Maar ze zegt, er is 1 ding waar we niet op gerekend hebben. Ik ben zwanger. Halleluja. Je persoonlijk getuigenis. Mensen, ik heb 100 keer verteld over mijn bekering. Hoe ik als griffemeerde jongen, verslaafd aan drank. En aan dat vreselijke, ellendige echtpaar. Nico en Tine. Vreselijk. Wat een rare gewoonte. Amen. Hoe ik als jongen van 19 jaar in een Pinkstergemeente in Amsterdam radicaal tot Jezus kwam. Het was een Indonesische gemeente en ik zal nooit vergeten die heerlijke knoflooklucht die er hing. Halleluja. Amen. Lieve mensen, als we kijken naar de brieven van de apostel Paulus. Ondanks dat Paulus 3/4 van het Nieuwe Testament heeft geschreven, was zijn persoonlijk getuigenis een enorme kracht. Halleluja. Steeds zei hij, ik vervolgde de gemeente, ging naar Damascus en zag een groot licht en hoorde een stem van Jezus. Amen. Paulus getuigde over zijn bekering tegenover de stadhouder Festus. Hij was radicaal hoor, Paulus. Hij was degene die zei, ik schaam mij het evangelie van God niet. Want het is een kracht Gods tot behoudenis voor een ieder die gelooft. Amen. En lieve mensen, weet je wat ik zo mooi vind? Toen Paulus tegenover koning Agrippa stond. Om zich te verantwoorden. En dat is zo mooi. Zullen we met elkaar lezen in Handelingen 26. Handelingen 26 vers 12. Halleluja. Handelingen vind ik zo mooi. Zie, je moet het visueel zien, hè? Dan moet je Paulus zien staan, zo is een koning Agrippa met zo'n laurierkroontje over zijn hoofd. Je ziet dat wel eens in die films. Maar dan zie je gewoon vanaf Handelingen 26, vanaf vers 12. Dat vind ik zo mooi. Dan staat er hier, dan zegt Paulus, hè, lees het vanmiddag dat hele hoofdstuk voor jezelf. Dan zegt Paulus, toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde, met volmacht en in opdracht van de overpriesters, zag ik koning midden op de dag, op de weg, een licht sterker dan de glans van de zon. Dat mij en hen die bij mij meereisden, vanuit de hemel omscheen. En nadat wij alle op de grond gevallen waren. Ze zeggen wel eens, ja, dat vallen in de geest, is dat wel van de Heer? Nou ja, we zien dat dat van de Heer is, amen. Als de kracht van God daar is. Hij zal bevielen met z'n allen op de grond. Hoorde ik een stem, o koning Agrippa, tot mij spreken. En in de Hebreeuwse taal zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij?
Het is hard voor u om de hielen tegen de prikkels te slaan. Met andere woorden, om te rebelleren, om tegen te staan de kracht van God. En dan staat er in vers 15, en ik zei, wie bent u, Heere? En hij zei, ik krijg kippenvel mijn hele lijf. Wie bent u, Heere? Die fanatieke christenvervolger. En dan hoort hij Jezus zeggen, ik ben Jezus die u vervolgt. Amen. En Paulus, hij getuigde tegenover koning Agrippa. Want Paulus wist één ding. Spreken is zilver. Zwijgen is hartstikke fout. Halleluja. Lieve mensen, weet ook wat ook belangrijk is. En we gaan nu naar het einde. En ik ben zo blij dat de tijd toch langzamer gaat dan dat ik gedacht heb. Halleluja. En de broeder Siert nog steeds lacht. En Obbe, ja, dat is allemaal een goed teken. Schrijf op, dus noods op de hand van je buurman. Maar schrijf op, weet je wat de Heilige Geest zei gisteren ja? Een getuige zijn en vrijmoedigheid zijn tweelingbroertjes. Wat heb jij nou gedaan, Eef? Kijk nou, die twee plurkies. Een getuige zijn. Ah, kijk, ze houden elkaars handje vast. Oh, halleluja. Het lijken Samuel en Melissa wel. Halleluja. Vind je dat niet mooi? Een getuige zijn en vrijmoedigheid zijn tweelingbroertjes. Oh, Eef, doe gauw die foto weg, want ik wil zo graag kleinkinderen. Michael en Jiska weer een baby en die weer een baby en hoe heet het? Ellen en Erwin weer een baby. Maar ik zeg altijd, de Heer heeft mij de mooiste vrucht van de geest geleerd. Oh ja? Ja? Geduld. Goed zo. Dat wordt profetisch nu even gezegd. Geduld. Waarom? God gaf ons een zoon na 20 jaar huwelijk. En hij gaf ons een prachtige dochter na 40 jaar huwelijk. En ik zeg altijd, ik hoop dat hij mij geen kleinkind geeft na 60 jaar huwelijk. Opschieten! Sorry, je zegt gekke dingen onder de zalving. Halleluja. Amen. Halleluja, zeg mij na, een getuige zijn. Ja, een beetje harder zeg, het lijkt wel een bejaardenhuis. Laat heel Leek het horen, heel Zevenhuizen het horen. Zeg mij na, een getuige zijn. En vrijmoedigheid zijn tweelingbroertjes. Wat zei ik nou net? Nou ja, jongens, wat een vurige gemeente. Wat heerlijk. Wauw, wat ben ik blij om lid van dit huis te zijn. Amen. En lieve mensen, je kan niet getuigen, zeggen ze in Rotterdam. Je kan niet getuigen, maar het is je kan niet getuigen. Als je niet vrijmoedig bent. Ik heb het ook moeten leren. Ja, maar Arjan, jouw karakter is, je loopt naar iedereen toe, weet je wel. En op straat. En Evi zei gisteren, Arjan die praat zelfs tegen lantaarnpalen, weet je wel. En dan denk je, ja, zo ben jij geboren. Maar zo was ik niet. Geloof het of niet, ik was heel verlegen. Ik dorst niet naar mensen te kijken. Ik denk, wat zullen ze denken als ze mij zien? Terwijl ik een hele knappe jongen was toen ik 20 was. En nog steeds. Amen. Ik hoef niet voor jullie ogen te bidden. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Een getuige zijn en vrijmoedigheid. Ik heb het ook moeten leren, mensen. Ik heb het ook moeten leren. Maar weet je wat zo heerlijk is? Het is als zwemmen. Getuigen, folder op straat zoals gisteren, is als zwemmen. Je ziet er even tegenop, maar als je eenmaal door bent. Ik vind het heerlijk, de straat. Gisteren had ik 2 gesprekken met 2 jonge jongens op een fiets. 1 van 11 en 14 en 2 jongens verknullend van 18 jaar. En ik heb met 2 jongens, die oudere jongens, gebeden het zondagsgebed. En ze hebben gezegd, Heer Jezus, Heer, kom in mijn hart. Heer, ik hou van u. En toen kwam er een auto aan. En ik dacht, nou scheuren ze weg op hun fietsje.
En toen gingen ze met hun fiets opzij, zodat ze die auto door kon rijden. Maar ze bleven maar staan. Ze waren zo hongerig en ze stonden zo open voor de Heer. Prijs de Heer. Amen. Maar ik heb het ook moeten leren. En toen gaf ik een flyer aan een vrouw en ze was in het roze gekleed. En net zoiets als Evi, die heeft ook een roze, maar Evi is veel knapper. En, of oranje. En in ieder geval, en ik zeg, mag ik u een flyer geven? Nee hoor, zegt ze. Zegt, hou je boel maar voor je en steek maar weer in je zak. Ik zeg, maar mevrouw, ik zeg, ook al neemt u geen flyer, maar wilt u mij beloven? Eén ding is belangrijk. Nooit vergeten, God houdt enorm veel van u. Ja, zegt ze, nou, dat hoef ik ook niet te weten. Zegt, daar heb ik allemaal geen tijd. God, en ze was geïrriteerd, hè. En ik bleef met blij en vriendelijk. Paulus zegt, wordt u gescholden? Wij schelden terug. Nee, hè. Och, zet gekke ding onder de zalving op. Worden wij gescholden, zegt Paulus? Wij blijven vriendelijk. Je moet nooit boos worden. Ik heb zo'n volg Jezusbord op mijn auto. Hè? Misschien wel gezien. Hè? Nou, de reacties zijn altijd positief. Christenen toeteren, weet je wel. Hé, hey, weet je wel dat. Maar af en toe een middelvinger. Af en toe heel gestrest. Me snijden. En ook als iemand mij snijdt en heel langzaam voor me gaat rijden. Dan toeter ik en dan zeg ik. En dan scheuren ze weer vooruit. Worden we gescholden, wij blijven vriendelijk. Halleluja. Prijs de Heer. Lieve mensen, getuigen zijn en vrijmoedigheid gaan hand in hand. En lieve mensen, moet je even luisteren. Voordat ik ga afsluiten, heb ik al 6 keer gezegd. Nee hoor. Maar voordat ik ga afsluiten, kijk naar Petrus nadat hij tijdens die Pinksterdag gedoopt werd met die andere 120 gasten in die opperzaal. Toen ze aangedaan werden met de Heilige Geest. Halleluja. Handelingen 2 vers 37. Daar zien wij een metamorfose. Iedereen zegt metamorfose. Metamorfose. Handelingen 2. Gaat die PowerPoint nog goed trouwens? Gelukkig. Amen. Handelingen 2, vers 37. En dan staat er, dan zie je een hele andere Petrus. Toen Petrus gedoopt werd in de Heilige Geest. En dan staat er, en toen zij dit hoorden, werden zij diep geraakt in hun hart. Amen. Vers 37 en 38. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus, die bange wezel, die zich schaamde voor een meisje. Jongens, jullie schamen je toch nooit voor meisjes, hè? Nee, nou. Petrus zei tegen hen, tegen die 3000, op het tempelplein. Hij stond waarschijnlijk op een Jaffa, sinaasappelkistje. Hij stond op het tempelplein, hij zegt, Petrus zei, bekeert u en een ieder van u moet gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Zeg halleluja. Geef de Heer een applaus. Oh, glorie. Halleluja. Wat een vrijmoedigheid. Wat een vrijmoedigheid die Petrus. De Heilige Geest geeft je boldness, halleluja, geeft je kracht. Je bent niet te verslaan als je de Heilige Geest in je hebt. Daarom geef hem vandaag alle ruimte en zeg, Heer, doe weg die verlegenheid. Doe weg die angst als ik spreek naar mijn medescholieren of mijn collega's of mijn buren over u. Heer, dank u wel. Wat zijn ook alweer tweelingbroertjes? Een getuige zijn en vrijmoedigheid. Mensen, laten we nog even, dit vind ik zo mooi. Handelingen 4 vers 13. 4 vers 13, daar zegt, daar staat er hier, halleluja. En toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen. Vrijmoedigheid is zichtbaar. Amen.
En toen zei de vrijmoedigheid, hij getuigde, vrijmoedigheid, het is een tweelingbroertje, van Petrus en Johannes zagen en merkte dat zij ongeleerde en eenvoudige boeren waren, eenvoudige mensen waren. Amen, amen, mensen. Schaam je nooit als je geen opleiding hebt genoten? Schaam je nooit als je niet gestudeerd hebt? Ik zeg wel eens, ik heb de ULO doorlopen, vroeger, de ULO, van de ingang naar de nooduitgang. Ik ben niet bestudeerd of zo, maar ik geloof dat de Bijbel zegt, de wijze van de wereld. De wijsheid van de wereld, dat is dwaasheid voor God. Amen. En hij heeft de eenvoudige mensen, daarom gebruikt God ons hele eenvoudige, God gebruikt de hele eenvoudige vissers. Amen. De discipelen, halleluja. En ze zagen dat ze hadden niet eens geleerd. Ze zijn nooit naar school geweest. Daarom waren het waarschijnlijk vissers. Dat het ongeleerde en eenvoudige mensen waren. Ze verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest zijn. Ik hoop als we straks deze kerk verlaten en we betreden het zendingsveld. Dat de mensen, onze buren, de mensen in het verkeer, onze familieleden, zullen herkennen dat wij samen deze morgen met Jezus geweest zijn. Amen. Halleluja. O, prijs de naam van Jezus. Halleluja. Wat zijn tweelingbroertjes? Een getuige zijn in en vrijmoedigheid. Handelingen 1 vers 8 zegt... Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. Lieve mensen, de eerste christenen waren vrijmoedig. En vrijmoedigheid is uitermate belangrijk. Zelfs toen ze vervolgd werden. Laten we nog even gaan naar Handelingen 4 vers 29. Ze hadden het zo moeilijk. Ze werden vervolgd en ze zeiden, we willen niet meer dat jullie spreken over die naam van Jezus. En weet je, gingen ze in een hoekje zitten, jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn? Nee. Weet je, ze begonnen te bidden. Als jij het moeilijk hebt, als u door moeilijke tijden gaat, don't walk to the phone. Ja, ik heb het nou zo moeilijk, een vriendin of een vriend. Ja, het is wat heen, ik moet er weer mee. Don't walk to the phone, walk to the throne. Amen. Halleluja. The throne of mercy, waar je altijd welkom bent. Oeh, halleluja. En weet je, ze gingen, ze hadden nog geen phone, maar ze gingen naar de throne. Want er staat er hier in vers 29, ze begonnen te bidden. Al die apostelen en die gelovigen die graag wilden getuigen. En dan staat er nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid. Niet met een beetje vrijmoedigheid, nee, met alle vrijmoedigheid. Zeg mij eens na, alle vrijmoedigheid. Nou allemaal, alle vrijmoedigheid. Laat het ook ons gebed zijn. Heer, laat ik in deze tijd waarin ik leef, in het dorp waar ik woon, in de stad waar ik woon, geef mij alle vrijmoedigheid om te getuigen, om uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing. En er tekenen en wonderen gebeuren in de machtige naam van Jezus. En vers 30, amen. Ik heb het moeten leren. En weet je wat bij vrijmoedigheid komt? En daar sluiten we mee af. Gehoorzaamheid. De Bijbel zegt, gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Amen. Jezus zegt, de Bijbel was gehoorzaam. Zelfs tot de dood. Hij wilde niet sterven aan het kruis, hoor Jezus. Denk niet dat hij het wilde. Hij bad in het hof van Gethsemane, Vader! Hij was zo bang, de hele hel dreigde over hem, uitgegoten door alle demonen. Hij zegt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En dan zegt hij, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Durven wij dit ook te bidden? Heer, en weet je wat zo mooi is? Als je niet een stem hoort uit de hemel of een engel bij je bed staat en je wil iets doen, je moet een keuze maken, je staat op een kruispunt, laat vrede je leidsman zijn.
God zal je nooit iets vragen wat je niet wil. Amen. Hij geeft het willen en het werken. Als je vrijmoedig wil zijn, als je vol bent van de Heilige Geest, moet je ook gehoorzaam zijn. En ik moet eigenlijk denken, en daar sluit ik mee af. Een paar maanden voordat ik ging verhuizen uit Vlaardingen. Ik was zo druk geweest op kantoor. Ik zweet er nog van. En ik pakte mijn scootertje. Ik heb een scootertje met een blauw kentekenplaatje. Want ik hou niet van helmen. Misschien moet ik er wel straks aan geloven. Nou ja, oké. En ik dacht, het was een zomerse dag. En het had de dag daarvoor erg geregend. En ik dacht, ik ga lekker op mijn scootertje. Ga ik rijden door Maasland, Schipluiden. Ze hebben ook mooie gebieden hoor, daarop. Het is niet alleen maar de Shell en de haven. Maar het is ook, ze hebben ook prachtige buitengebieden. En ik tufte lekker. Ik had een bijbeltje bij me. En een thermoskannetje met koffie. En een paar koekjes. En ik was alleen. Ik vind het soms zo lekker om alleen te zijn. En ik zag in Schipluiden een benzinestationnetje. En mijn scooter dreigde leeg te raken. Ik denk even weer opvullen. Want ik wil niet lopen natuurlijk naar Vlaardingen. Dus ik gooide mijn tank vol. Maar dat winkeltje bij dat tankstation had ook een klein terrasje. En daar zat één vrouw. En weet je, ik had zo'n zin in koffie. Want ik had geloof ik die keer niet mijn thermoskannetje meegenomen. Want die was op. En ik denk, ik neem een cappuccino. En ik ga lekker op het terrasje zitten. Het zonnetje scheen. En ik denk, ik ga heerlijk genieten. En die vrouw zat bij de muur. En ik ging naar voren zitten. Ik wilde alleen zijn. Maar ik zag uit mijn ooghoeken dat die vrouw als een idioot zat te roken. Nou, ze drukte hem eruit. Ik denk, nou gelukkig, daar is ze vanaf. Want die rook ging ook mijn kant op. Iemand zei laatst tegen mij, mag een christen niet roken? Ik zei, nee, een christen moet branden. Woe! Een jongen zei laatst tegen mij, hij zegt, ga ik naar de hel als ik nou blijf roken? Ik zeg, helemaal niet, maar je stinkt alsof je er net vandaan komt. Dus ik zat heerlijk, zat ik zo met mijn koffie te lurken en die walm van. En ze stak weer een nieuwe sigaret op. En dat ging nog. En ze had net die tweede uitgedaan en ze pakte een pakje Marlboro en ze stak een derde op. En ineens zegt de Heer tegen mij: hoe weet je dat? Dat weet je, ik kan het niet uitleggen. De Heer zegt: Arjan, ga naar haar toe en zeg tegen haar: als zij nog een paar jaar wil genieten van haar leven en misschien van familieleden, dat ze acuut moet stoppen met roken. Ik zeg, Heer, ik ben hier even om te ontspannen. En after all, it's a woman. En ze was best leuk om te zien. Niet zo leuk als Evie natuurlijk. Ik wilde niet. Ik denk, ik kan toch niet zomaar naar een vreemde vrouw gaan om te zeggen, je moet stoppen met roken. Dan zegt ze, wat bemoei je mee? Maar de Heilige Geest bleef maar. Arjan, ik wil dat je zegt dat ze acuut moet stoppen met roken als zij nog een paar jaar wil genieten van haar leven. Dat ging zo 5 minuten door. En weet je wat ik heel zachtjes tegen de Heer zei? Heer, ik doe het alleen maar als zij als eerst iets zegt tegen mij. De Heer staat naast me, it's the truth. En ik had het nog niet gezegd tegen de Heer. Of ze zei met zo'n rookstem: wat een lekker weertje, meneer, na al die regen. Mevrouw Garitas. Wat een lekker weertje, meneer, na al die regen. Ik denk, ja, nou moet ik gehoorzaam zijn. Vrijmoedigheid, gehoorzaam. Ik zeg, zeker weten. Ik zeg, heerlijk, mevrouw, in het zonnetje. En ik stond op met mijn koffie. En ik liep naar haar toe en ik ging naast haar zitten. Ik zeg, mevrouw, ik zeg, u vindt het misschien heel raar. Ik zeg, maar ik ben evangelist. Ik zeg, overal bidden wij met mensen die het moeilijk hebben. Ik zeg, maar ik zag u zitten en toen sprak God tegen mij dat u moet acuut stoppen met roken als u nog een paar jaar van uw leven wil genieten. Toen keek ze me aan en ze begint te huilen. Ze zegt, ik zit in een echtscheiding. Ze zegt, mijn zoon die wil niet meer met me omgaan.
Ze zegt, ik leef van een bijstandsuitkering. Ze zegt, ik heb 6 jaar niet gerookt. En ze zegt, net in het winkeltje koop ik een pakje sigaretten en ik begin weer te roken, zegt ze. Ik zeg, God houdt van u. Ik zeg, God houdt, hoe heet je? Jeanette. Ik zeg, Jeanette, God houdt van je. Hij wil dat je vrij bent. En hij kan die lege plekken in je hart opvullen met zijn liefde. Hij wil je vullen met vrede. Ik zeg, mag ik voor jou bidden? God wil je vrijmaken. Toen zegt ze ja. En met mijn ogen open. Ze zat zo met een pakje sigaretten. Met de tas. En ik legde mijn hand op haar pols. En ik zeg met mijn ogen open, Vader, in de naam van Jezus, wilt u Jeanette helpen? Wilt u haar bevrijden van deze afschuwelijke verslaving? En vul haar leven, Heer, met vreugde. U wil haar papa zijn. Herstel wat kapot gemaakt is. In de naam van Jezus. Amen. En ik had amen gezegd, weet je wat ze doet? Ze opent haar tasje. Ze pakt een pakje Marlboro, die ze net eerder, wist ik niet, die ze net eerder had gekocht. Waar 4 uit waren. Ze draait hem, ze was best wel sterk. Ze draait een pakje sigaretten kapot. Ze staat op, er hing een prullenbak buiten. En ze gooide zo, deponeerde ze de pakje sigaretten in de prullenbak. En ze zegt, ik voel me anders. Ik voel me anders. Ik zeg, maar God houdt van u. Ik heb samen met haar gebeden. Ze heeft haar hart aan Jezus gegeven. En oh ja, ja, dat is zo leuk. Het is zo heerlijk om te getuigen. Ik zat bijna vergeten. Mag ik nog even 1 tel? Ja, ja, ja. Halleluja. En toen zeg ik tegen haar, ik zeg, je bent nu een kind van God. Ik zeg, maar u moet wel naar een goede kerk gaan. Ik zeg, waar woont u? Ze zegt, in Maassluis. Ik zeg, oh, ik zeg aan Maassluis, hebben ze hele goede kerken. Toen zeg ik, ben je wel eens naar een kerk geweest die een beetje vrij is en een beetje een dancing church en niet zo traditioneel? Ja, ze zegt, ik ben wel eens met mijn vriendin naar de Maranatha-kerk geweest. Naar de Maranatha-kerk. Het is de Maranatha-kerk. En ik dorst daar niet te verbeteren. Ik zeg, oh, die diensten in de Maranatha-kerk, die zijn zo goed. Ik zeg, Jeanette, ik wil je echt, wil ik je aanbevelen om aanstaande zondag naar de Maranatha-kerk te komen. En hou vast aan Jezus en hij zal je leven machtig zegenen. Zullen we de Heer een applaus geven? Halleluja. En zo kan ik nog uren doorgaan. Halleluja. Zullen we met elkaar gaan staan? Ik wil voor 3 dingen bidden, lieve mensen. Oh, ik voel de Heilige Geest. En ik zegen de tijd dat we weer met elkaar kunnen bidden en elkaar kunnen bedienen profetisch. En halleluja. Maar het belangrijkste is, ik ga bidden. Ik ga bidden voor een geest van vrijmoedigheid. Dat God die zal vrijzetten in uw leven. Ik ga bidden voor 2, een nieuwe aanraking en een doop in de Heilige Geest. Halleluja. En 3, ik ga bidden voor een blij en vruchtbaar leven, zodat we allemaal het werk van een evangelist zullen doen. Amen. Halleluja. Vader, misschien dat het worship team ook naar voren kan komen. Vader, ik dank u wel. Vader, u bent hier. De lucht is zwanger van uw tegenwoordigheid. Heer, het is zo waar wat uw woord zegt, waar 2 of 3 zijn vergaderd in uw naam. Daar bent u in ons midden. U bent achteraan. U bent bij het geluid. U bent voor op het podium. U bent in het midden van de zaal. En ik wil vragen om allemaal je ogen voor een moment te sluiten. Want dit is de meest belangrijke beslissing die je ooit kan nemen in je leven. Toen ik als jongen van 19, verslaafd aan zoveel dingen, die keuze maakte om Jezus in mijn hart te vragen, veranderde het mijn hele leven. En zette mijn hele leven op zijn kop. En als ik geweten had van tevoren wat God in zijn plan voor mij zou hebben, om de hele wereld door te reizen en om wonderen te zien en om een bediening te hebben, dan had het mij geduizeld. God heeft een plan met je leven. Jongen, meisje,
Als jij die keuze wil maken, als je door wil kabbelen en als je van verdriet tot verdriet wil gaan, ik bedoel, dat wil eigenlijk niemand, maar als jij zegt, ik wil de bron van blijdschap in mijn hart hebben en ik wil dat God mijn papa wordt en ik wil hem kennen. Ik wil die openlijke keuze maken om hem aan te nemen. Je kan het in je kamer doen, maar het heeft niet zo'n effect als dat je het doet in de kerk waar Gods kinderen bij elkaar zijn. Wees geen Nicodemus-christen die 's nachts naar Jezus kwam. Zeg, Heer, ik wil die keuze maken vandaag. 17 oktober 2021 mag ik weten dat mijn zondigen wassen zijn in het bloed van Jezus. En dat mijn naam staat opgetekend in het boek des levens. Halleluja. Dank u wel. Oh, halleluja. We'll be right back.